Nou, hebben we het laatste blokje, praten we altijd over de muziekkeuze. Wat de achtergrond is, hè? Wat is jouw muzieksmaak? En je bent hier in 2016 al eens geweest en toen heb je een gelijksoortige lijst ook gekozen. Dus ik zou willen vragen hoe je nou deze keer aan deze nummers bent gekomen. Als eerste Nathanael van Davouche met To God Be The Glory. Ja, die heb ik uitgekozen omdat ik... hij zit in mijn favorietenlijstje. Ja. En het is een jongen van 13 jaar. Die zit in zijn net voor zijn bar mitzwa. Ja. En is ook net genezen van slecht zien. En je hoort en ziet, als je op het filmpje kijkt, zijn emotie die daarin ligt. En ik vind ook altijd wel mooi langere tradities. Hè. Zo'n bar mitzwa is een hele lange traditie die vanuit de Bijbel voortkomt. Dat mensen dat vasthouden en zo'n beleving daarin in hebben zitten. Ja, dat zie je inderdaad heel mooi. Dion Hendrik met Daniels Jok. Ja, ik ben een favoriet van Scandinavië, dat is wel duidelijk. Van Noorwegen, hè? Prachtige foto's ook bij jou. Ja, dus mijn kantoor hangt er vol mee en ik hou ervan. En het is een traditionele zang vanuit de Sami's, dat is de noordelijke volken. En het is heel authentiek, dus dat vind ik wel mooi. We hebben het er met Songfestival ook een stukje voorbeeld van gehad, het Noorse nummer. Ja, ja. Inderdaad, heel mooi. En dan de mannenzang Katwijk met psalm 138. Ja, nou ja, de psalmen vind ik sowieso mooi. Die vertellen iets, allemaal stuk voor stuk. En dat kan in hele verschillende fases zijn. Mm-hmm. Maar ook dat met die 1600 mannen in Katwijk heb ik zelf één keer aan meegedaan. Dat is heel mooi om met z'n allen... Bijzondere ervaring. Bijzondere ervaring. En ook, ik heb het ook gekozen omdat in deze tijden kun je niet meer voorstellen dat je dat kon doen, zeg maar. Hè? Dat het nu corona is. Dus dat is dat vond ik wel een mooie connectie en iets bijzonders, ja. Ja. Tchaikovsky's eerste pianoconcert? Ja, kijk, ik kan echt niet zeggen dat ik een klassiek kenner ben of zo. Maar ik hoor wel als dingen mooi en heel, heel knap zijn. Dit vind ik een prachtstuk. En piano klassiek. Ja. Een goede menging vind ik echt heerlijk. A Bite With Me van Genevieve Behan. Ja, A Bite With Me is qua inhoud van de tekst heel erg mooi. Het is natuurlijk ook wel vaak gelinkt aan afscheid nemen of aan het einde van het jaar of dat soort dingen. Maar ook de combinatie in deze variant wel van viool en orgel, die combinatie hou ik wel van. Viool, mevrouw speelt... Komt wel mooi binnen. Ja, mevrouw speelt ook viool, dus goed. Oh, dus jij mag wel wat vaker luisteren naar vioolmuziek? Ja, heel af en toe dan doet ze het ook voor ons, ja. Oh, mooi, dat is knap. En Martinas met Hungarian Dance. Nou, de Hungarian Dance, Hongarije en viool is natuurlijk ook wel bekend. Maar ook dat is bijzondere orgel met die snaren, zeg maar. We zijn ook twee keer op vakantie geweest in Hongarije. Ook wat naar de Pusta's. En dat is echt een mooie cultuur om op te snuiven, ja. Ja. Zeker. Ik heb ook altijd van vakantie, neem ik ook altijd CD van de lokale muziek dat mee. Doen we ook, ja. Ja, dat is leuk. En de Glens Boys met Scotland the Brave hebben we net gehoord. Ja, nou ja, goed, Scotland the Brave, ja, de doedelzakmuziek, thuis zullen ze wel glimlachen, die vind ik ook wel mooi. Er zit ook heel vaak emotie wel in die, kun je leggen in dat instrument en dat hoor je vaak terug bij de nummers die ze meespelen. En Schotland heeft toch iets mystieks, een beetje ook linken met Noorwegen qua landschap en zo. Dus dat past wel bij wat ik mooi vind. Leuk. Heel kort nog eventjes. Draai jij muziek op de zaak waar iedereen zit te programmeren? Of hoe zit dat? Ja, nou, programmeren moet altijd heel stil zijn voor de meeste mensen. Dus, maar er zijn er wel die van muziek houden om te luisteren tijdens programmeren. Maar dan, daar hebben we voor gekozen. Zeggen we, jongens, geen centrale muziek. Ieder zijn eigen keuze en op het hoofd. Telefoon. Ja. Want anders, dan de een raakt ervan in de war en de ander vindt het heerlijk. Dus, ik begrijp het helemaal. Ja. Dat was het alweer. Bedankt voor je komst, Gerrit. Heel leuk om te horen wat het reilt en zeilt in ondernemend Veenendaal. En ik hoop dat we dat in maart ook horen van de Edese bedrijven. Bedankt. Ja, ik vond het leuk om er weer te zijn. Ja, en je zult ook nog wel eens vaker uitgenodigd worden om te kijken hoe dat het verder gaat. Kijk eens aan, super. Marcel, ook bedankt voor de techniek. En volgende week is het uitzending nummer 300 van Business Club Radio. En dan ga ik terugkijken op gesprekken die we dit jaar hebben gevoerd. Om toch eventjes te kijken, want dat een bijzonder jaar geweest is. En er zijn een aantal bijzondere gesprekken die ik toch graag nog eventjes op een rijtje zet. Dus ik zou zeggen, fijne kerstdagen en
tot de volgende week.